We blijven imponerende gesprekken, omdat het over het echte leven gaat. Wat mensen meemaken, mensen die soms door omstandigheden in de problemen komen. Dat kan ons allemaal gebeuren. Wat dan ook precies die omstandigheden zijn. Op een gegeven moment de neus stoten bij de overheid, niet gehoord worden. Het heeft vaak te maken met de praktische dingen, zoals wat ik eerder al zei, schuldhulpverlening of hoe gezinnen met meerdere problemen vanuit allerlei instanties zo goed mogelijk worden geholpen, maar in de optelsom dingen dan toch niet lukken. In die zin zijn het ook hele praktische gesprekken. Helaas, omdat het zo uitliep, wij moeten nu echt naar juist weer het overleg met gemeenten en provincies op mijn ministerie, dus ik moet weer rennen. Heeft u al een hand gekregen? Ja, van allemaal? Zeker, van allemaal. Je mag een hand geven.